Dus gelijk scherp, gelijk vanaf het begin, laat die scheidsrechter met rust. Veel plezier! We gaan een talkshow maken. Ja, maar laat je zien of je het straks met een stelling eens bent. De context bepaal je zelf. Voelt het voor jou hier alsof je in een sportstad bent? Ja, Leiden is gewoon mijn basis, ook waar ik altijd op terug kan vallen. Ik kom heel graag in Leiden. Als ik in Leiden ben, vind ik het heel fijn om weer gewoon in Leiden op te trainen. Wat jullie afkomt, ik denk dat het leuke van het sportakkoord is, is hetgeen wat we met elkaar hebben bedacht. Wat hebben wij in Leiden nodig om met elkaar nog meer gebruik te maken van de sport, van de kennis? Kunnen we zeggen, ja, die verenigingen gaan uitvallen. Dat zal best, die zullen ook wel uitvallen. Maar één ding weet ik zeker, wat mensen verenigt, los of zonder vereniging, is cultuur, is gezamenlijk eten, is gezamenlijk sporten. En een aantal van die zaken kunnen wij als verenigingen uitstekend leveren. Dus een beetje voor je hoort, zijn dan als Leiden de goede legging geslagen? Ja, absoluut. We zien jullie straks. Ik ben een bakkie. Jesse Grim, penningmeester bij de studentenvolleybal. Ja. Wat vind je tot nu toe van het Leidse sportcongres? Ik vind het best wel gezellig. Ik kom hier zonder dat ik echt heel veel ervaring heb als bestuurder. Want binnen de studentenvolleybal is eigenlijk gewoon om elk jaar een nieuw bestuur te hebben. En ik ben hier gewoon maar binnengestapt bij wijze van spreken. En ik vind het echt een heel leuke groep. Ik heb al meerdere mensen gesproken. In de blessuretijd wil ik vragen of jullie die kant op willen kijken, naar Patrick. Maar hier vandaag worden er van allerlei sportmomenten besproken. Het is mooi, we zitten met z'n allen in een best lastige tijd. We moeten door corona heen, maar we moeten ook met elkaar van alles organiseren. Masha van Saturnus Leiden, welke workshop heeft u gevolgd? Ik heb de workshop gevolgd over het sportakkoord. En heb je er wat van opgestoken eigenlijk? Hoe vond je het? Nou, ik heb er zeker wat van opgestoken. Ze waren heel enthousiast, heb ik vooral ervan opgestoken. Hè? Waar ik me dan schuldig voelde over van, hè, doe ik wel genoeg? Hebben zij eigenlijk gezegd van, hè, wij kunnen je helpen en we gaan je helpen. Het kan op heel veel verschillende manieren. Dus ik ben geïnspireerd geraakt in ieder geval. Ik heb de workshop gevolgd van Hoezien. Ja, hoe vond je dat? Wat is er eigenlijk een soort van besproken? Nou, het ging over inclusiviteit in de sportvereniging. Dus dat iedereen welkom is, maar dat ook iedereen mee kan besturen, training kan geven. En dan gaat het echt van jong tot oud, man, vrouw, seksualiteit, etniciteit. Iedereen moet mee kunnen doen in sporten. En daar heeft Hoezien een workshop over gegeven die heel inspirerend is. Iedereen bedankt voor het kijken. Dit was het Sportcongres Leiden 2021.